de laatste week of misschien zelfs al de laatste maanden is beleggen gewoon een beetje saai geworden, een stukje minder interessant in ieder geval voor heel veel beleggers. Juist nu, bijna dagelijks de laatste tijd zeker, we vaak rode beurskoersen zien en het sentiment onder beleggers gewoon heel erg negatief is. Maar juist dit soort momenten. Mogelijk lijkt het wat minder interessant, kunnen juist wel heel interessant zijn voor beleggers die zich op de lange termijn richten. En zoals ik vorige week ook al zei, een heel belangrijk onderdeel is dan nu juist om je onderzoek te gaan doen, juist bedrijven te gaan onderzoeken. Maar waar begin je dan? Welke bedrijven kies je om te gaan onderzoeken? Nou, daar wil ik juist in deze video mee helpen door naar zes bedrijven te kijken die in ieder geval aan alle checks van mijn checklist voldoen. Laten we niet langer wachten en beginnen met deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl op dit kanaal werk qua we een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En vandaag gaan we dus kijken naar zes aandelen die aan mijn 12 checks van mijn checklist voldoen. Het is juist denk ik gewoon heel belangrijk om uit al die aandelen die er zijn, dat zijn al 25 in de AX. maar er zijn nog honderden in Nederland, bijvoorbeeld 500 in de S&P 500, maar waarschijnlijk duizenden in heel Amerika dat je daar niet allemaal één voor één af moet gaan. Uh, om te zien van, is het interessant? We proberen natuurlijk zo snel mogelijk te kijken van, hoe kan ik snel deze aandelen onderzoeken? En eigenlijk alleen een lijstje krijgen van aandelen die voor mij in ieder geval interessant lijken. En uit dat lijstje, wat ik heb gehaald van beleggertools.nl, daar heb ik nu zes aandelen staan die ik in deze video wil gaan bespreken. Even kort wil gaan bekijken. En laten we dan maar meteen beginnen met het eerste aandeel. En dat is uh, Applied Materials met tickersymbool AMAT. En Applied Materials is een bedrijf dat ik al eerder heb behandeld, al uitgebreid heb behandeld in een video. En ik zal die even in de hoek plaatsen als je echt alles over bedrijven wil weten. Even kort samengevat, het is in ieder geval een bedrijf dat actief is als een soort van toeleverancier voor bedrijven rondom semiconductors. Zij maken producten, grondstoffen, diensten, machines, waar gebruik, eh, bedrijven die semiconductors maken vaak gebruik van maken. Dus ze zitten wel in die sector, maar ze produceren niet zelf de chips bijvoorbeeld. Dat je een beeld hebt bij het aandeel. En wat we vooral heel, heel vaak gaan doen nu bij deze aandelen is vooral richten op de bovenste tabel. Dat zijn zeg maar de 12 checks van de checklist die ik heb gemaakt. Het geeft een beetje weer over de waardering, over of ze eigen aandelen inkopen. Hoe de groei is, van bijvoorbeeld de omzet, de winst of de free cashflow. Hoe winstgevend het bedrijf is, ook heel belangrijk. Zeker in de huidige markt we gaan een beetje richting een soort van bear market op sommige indexen al, zeker bij sommige aandelen zit het al echt in een bear market. Maar het is ook gewoon een heel negatief sentiment. De stijgende rentes heeft impact op koersen van aandelen omdat de winst in de toekomst minder waard wordt. Maar het is gewoon heel belangrijk. Stel, het zet door, het gaat minder met de economie, dan wil je ten eerste bedrijven hebben die een hoge netto winst hebben, dat ze heel winstgevend zijn, maar ten tweede ook in de laatste kolom een laag schuldratio bijvoorbeeld, of in ieder geval dat de schulden heel beheersbaar zijn, dat gaan rentes omhoog, gaan winsten omlaag, dan zal een bedrijf ja, nog steeds zijn rente moeten betalen, nog steeds schulden moeten aflossen en dat mag dan geen probleem zijn, zeg maar, voor het bedrijf. Niet dat dat echt heel, ja, een, een groot probleem wordt en daarom is het zo belangrijk om juist nu ook te gaan kijken, niet alleen naar wat de toekomst als groei geeft bijvoorbeeld, maar juist nu ook de situatie op dit moment, hoeveel geld verdienen ze nu en hoeveel, ja, hoe... Manageable is eigenlijk de schuld die ze hebben. Um, we gaan niet alles behandelen. We gaan wel even kijken. Het zijn misschien ook al vaak aandelen die van tevoren al misschien wel op jouw radar hebben gestaan. Bij mij al mooi op de radar hebben gestaan of behandeld zijn geweest. Maar heel vaak zul je dan zien dat de eerste twee eigenlijk de waardering op basis van price to earnings, winst per aandeel of price to free cash flow. Die vaak wat hoger zijn. Juist omdat eigenlijk op alle punten heel goed gescoord wordt. Is het een heel positief bedrijf. Maar dan zul je zien dat... Um, Aandeelhouders, beleggers vaak wat meer willen betalen voor het aandeel om dat te bezitten. En juist in ja, een situatie zoals we nu zitten, dat misschien wel een beetje angst op de beurs is. Dat uh, beleggers op emotionele basis eigenlijk gaan handelen, aandelen gaan verkopen. Zul je zien als de koers daalt. Dat dit misschien wel een beetje in de buurt komt. Wat interessant is. Nou, we zien in ieder geval hier een PE-ratio van bijna 16. en een price to free cash van bijna 17. We zien ook dat ze de aandelen inkopen. We zien ook trouwens dat ze dividend uh, uitbetalen. Kunnen ze ook makkelijk betalen. Zo'n 17,5% vanuit de free cashflow. Het bedrijf is hard gegroeid de laatste vijf jaar. Is heel winstgevend op dit moment. Met 27% netto winst. Schuldenratio van 0,5. Ze kunnen de schulden ook makkelijk afbetalen in anderhalf jaar tijd. Op basis van de huidige uh, free cashflow die ze hebben. En we zien ook dat ze makkelijk de rente kunnen betalen. En dat ze een heel hoge return on invested capital hebben. Hier zagen we zoals gezegd de dividend als dat er is. Nou dat is er in dit geval. En onderin staan ook twee scores. Die worden niet per se meegenomen in de twaalf in de checks die ik heb. Maar zijn denk ik wel interessant om snel ook weer een beeld te krijgen van het aandeel. De Altman Z-score kijkt eigenlijk naar hoe uh, staat het bedrijf ervoor. Maar hoe groot is de kans dat het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. Onder een score van 1,8 is dus het rood. Is heel negatief. Geeft aan dat het mogelijk wel failliet zou kunnen gaan op de korte termijn. Volgens mij is de volgende stap richting de 3,5. Dan is het oranje en alles daarboven wordt eigenlijk in ieder geval volgens zijn score positief gezien. Kijk je de Piotrowski score, dan zien we hier een score van 7. Heel veel aandelen scoren trouwens rond de 7. Een 8 en een 9, die zijn groen en dat is eigenlijk de hoogste, want de schaal gaat van 1 tot 9. En dit geeft eigenlijk op heel veel punten weer, uh, wordt het samengevat, hoe een bedrijf er financieel voor staat als je naar alle cijfers kijkt en de uh, 12 checklist gaat daar een beetje dus specifiek op in. Kijk dus niet alleen bijvoorbeeld naar een PE ratio die nu heel laag is, lager dan de 21 die ik zou willen, maar kijk nu staat hij op 15,6. Wat ik dan altijd doe is gauw kijken naar de grafieken. En als we dan naar beneden scrollen naar de tweede grafiek, dan zien we het PE ratio van de laatste 5 jaar, dus we zitten nu laatste kwartaal wat bekend is, dus Q1 van 2022 en dan zien we hier Q2 van 2017, dus gedurende de laatste uh, 20 kwartalen zien we hier de cijfers. En dan zien we dat we nu voorheen voor het kwartaal zat nog rond de 17. Nu dus rond de 16 of 15, 15,5. En dat is ongeveer wel een beetje het gemiddelde van de laatste tijd. Al zie je dat het ook heel laag heeft gestaan met rond de 10. Dus kijk vooral de basis. Het heeft ooit hoger gestaan. Zo rond de 20, als het een beetje goed gaat. Iets boven de 20. Maar het kan ook gewoon richting 10 gaan op momenten dat wat heel negatiever is. Ook het vierde kwartaal van 2018 was bijvoorbeeld echt wel een dip in de markt. Dus het kan nog flink dalen, de koers kan nog flink dalen, want we hebben eerder gezien dat beleggers toen maar bereid waren om 10, 12 keer de winst te betalen voor dit aandeel. En wat we natuurlijk ook altijd nog even kunnen doen, is snel kijken naar de analisten. Niet zozeer naar deze cijfers, maar vooral als we even gaan kijken naar de laatste tijd. Deze maand bijvoorbeeld zien we drie koersdoelen staan. De laatste twee, de meest recente, die zijn rond de 145 tot 150 dollar. Dat is ongeveer... Ook een beetje het laagste koersdoel dat er nu is. Maar nog altijd zo'n 25% upside. Dus ook op de korte termijn denken analisten in ieder geval nog steeds. Dat het een interessant aandeel is. Kijken we dan naar het tweede aandeel. En dat is meta-platforms. Oftewel eigenlijk Facebook met ticker FB. En laten we ook meteen hier snel de checklist gaan bekijken. Ook alle 12 checks. Relatief nu een heel lage PI. Daar gaan we zo meteen ook bekijken. Want voorheen werd gewoon veel vaker de winst betaald. Alleen eigenlijk al sinds begin dit jaar. had Facebook natuurlijk de eerste klap. Met die kwartaalcijfers, uh, juist vanwege de privacy en omdat ze heel veel investeren in de metaverse voor de lange termijn. Daardoor ging de koers van het aandeel hard onderuit. De laatste kwartaalcijfers zagen al wel dat ze in ieder geval weer stabiel was. Dat het gewoon nog steeds heel winstgevend is, denk ook heel belangrijk voor dit bedrijf. Trouwens als je daar iets meer specifiek op in wil gaan, ook daar heb ik een video. Ik zal hem ook even hierboven linken of weer onder de, onder de video plaatsen. In de beschrijving een linkje. Uh, kun je veel meer diepgang zien, maar we gaan over snel even heen. Ze betalen geen dividend, ze hebben wel aandelen opgekocht de laatste vijf jaar. In ieder geval We zien het hard groeien, nog steeds. Ook al hebben ze al bijna 3 miljard maandelijkse gebruikers, ze weten nog steeds te groeien. Ook heel, ja, denk wel heel belangrijk en dat het ook gewoon heel winstgevend is: um, netto-winst. Nog steeds rond de 31%, die is hoger geweest. Maar juist omdat ze nu meer investeren in de metaverse, in de toekomst, neemt hij nu wat af natuurlijk. Daar wordt geld gebruikt om daarin te investeren op de lange termijn. Heel positief, Facebook gewoon een heel laag schuldratio van 0,25. En met de huidige Free Cash Flow zouden ze de schuld zelfs in een half jaar kunnen afbetalen. Je ziet het ook hieronder wel op de Altman Z-score, meer dan 10. De Piotrowski ongeveer rond de 6%. Zoals gezegd PE ratio van op dit moment 15, gaan we kijken naar de grafieken en wat dat in de laatste vijf jaar is geweest. Dan zien we wel dat dat echt heel erg laag is. Er zijn momenten geweest, zoals hier in het Q4 van 2020 dat het lager was, rond de 17. Ook in het vierde kwartaal van 2018, zoals gezegd, een dipje. Toen hadden we rond de 13, rond de 14. Dus het is echt heel laag gewaardeerd op dit moment. Kijken eens dan nog even naar wat analisten denken. En hier geldt weer hetzelfde. Gaan we vooral kijken naar de meest recente. Uh, analisten, zien we hier zelfs van deze maand 1. Maar die zou ik niet zo heel vertrouwen. Pak gewoon eind vorige maand. Toen waren de cijfers ook weer bekend. De laatste kwartaalcijfers. Zien we heel veel cijfers terug richt, richting de 280 tot misschien 320. Laten we een beetje zeggen rond de 300 dollar, dat is ook een beetje het gemiddelde. En dat heeft zelfs een upside van bijna 50%. Kijken we naar het derde aandeel en dat is Alphabet, oftewel Google met tickersymbool GOOG. En dit is ook het aandeel dat ik eerder deze maand uh, al heb besproken. Een aandeel dat ik heel interessant vind. We zien dat het niet aan alle 12 checks voldoet op mijn lijstje. Maar dat komt omdat normaal uh, gaan we kijken als, het, als deze op de achtergrond draait zeg maar, op de website naar een PE ratio of een price to free cash flow van onder de 25. Maar ik heb hem zelf voor mezelf dan juist wel aangepast naar onder dan, ja, lager dan 21, iets specifieker. Maar anders zou die wel daaraan hebben voldaan dat het allebei onder de 25 is, zoals gezegd. We zien dat ze eigen aandelen opkopen, dat ze hard groeien, dat ze veel winst maken en een hele lage schuld hebben, een beetje in de buurt, het ratio. Zoals we ook bij Facebook zagen, hier is het 0,30, laten we even zeggen. En in twee derde van een jaar, oftewel een maand of zeven, zouden ze ook heel de schuld kunnen aflossen. PE-ratio van op dit moment zo rond de 21. Gaan we ook daar weer kijken naar de grafieken, hoe dat zich in de historie heeft verhouden. Dan zien we dat dat op dit moment voor kwartaal is naar 28. Dus het is al wel weer een dipje op dit moment. Maar 21 hebben we eerder gezien. Zie rond de 19 zelfs een beetje op de echt lage momenten. Dus het zou nog iets lager kunnen op basis van deze waardering uit die historie. Maar dat is in ieder geval wel... Een ja. Interessant en mogelijk dus wel leuk instapmoment om het te kopen. Ik zag trouwens in de video van de vorige keer dat heel veel, ik had zelf voor mezelf berekend, ongeveer de 2300 dollar die het toen was en die het ook nu nog steeds is, dat dat ongeveer wel een leuk, interessant instapmoment is voor de lange termijn. Op basis van mijn verwachtingen, al zag ik ook heel veel mensen zeggen, zo net iets onder de 2000 dollar zijn de prijspunten waar de koersdoelen waar zij op zitten te wachten, of in ieder geval de koersen waar zij naar zitten te kijken om dan pas in te stappen. Hoe denken analisten daarover? Laten we ook hier even gaan kijken. Meest recent, een beetje tussen de 29 en 35, 34, kunnen we ook wel zeggen rond de 33 zoals hier ook het gemiddelde is. Dan zou het bijna 45% upside zijn. Maar zelfs bij het laagste koersdoel dat er nu is, is het altijd nog een upside van 25%. En dat voor een groot, interessant bedrijf, denk ik wel, zoals Alphabet. En wil je nog beginnen met beleggen en zoek je nog een broker? Kijk dan bijvoorbeeld eens naar de Hero. Dat is de broker waar ik vooral gebruik van maak. Ze hebben ook een actie waarbij je de eerste 50 euro cadeau krijgt van transactiekosten via de link onder de video. Of kijk ook naar Bug Zero, waar je eigenlijk al je beleggingen via je mobiel doet. En via mijn link ontvang je op dit moment een gratis aandeel met een waarde tot wel 200 euro als je nu een account opent. Dus maak gebruik van de links onder de video. Zo ontvang ik een kleine vergoeding waardoor ik deze video's kan blijven maken en kun jij gebruik maken van hun acties. Gaan we dan door naar het vierde aandeel en dat is Qualcomm met tickersymbool QCOM, Qualcomm zeg maar. We zien hier een PE ratio van op dit moment 14, heel laag. Qualcomm is natuurlijk een bedrijf dat ook chips maakt, semiconductors. En vaak zagen we daar een heel hoge waardering. Denk ook bijvoorbeeld aan ASML. Bijvoorbeeld. Uh, we zien dat ze wel dividend uitkeren. Zo'n 35% van hun free cashflow gaat richting het dividend. Maar ze kopen ook eigen aandelen op. De laatste vijf jaar is dat afgenomen met 23%. Dus twee manieren waarop aandeelhouders eigenlijk beloond worden. We zien een omzetgroei van 50% de laatste vijf jaar. We zien de winst heel hard groeien. Free cashflow meer dan verdubbelen. En ze hebben ook gewoon op dit moment nog steeds een heel goede netto winst van bijna 30%. In combinatie wederom natuurlijk met een laag schuldenratio 0,7. In 2,5 jaar tijd zouden ze het hele schuld kunnen aflossen. En een return on invested capital van boven de 40 zelfs zien we hier. Ze scoren iets minder hoog op de Altman Z-score, maar nog altijd wel in het groen. En op de Piotrowski zien we een 7 staan. Zoals gezegd een P.E. ratio van op dit moment 14,4%. Hoe is dat in de laatste vijf jaar geweest? Nou, laten we weer even gaan kijken. Dat zien we wel dat dat een beetje... Het kan nog lager, richting de 10, 11 hebben we vaker gezien. Dit soort uh, kwartalen zal waarschijnlijk echt een afwijking zijn in de boekhouding. Omdat er een grote kostenpost was bijvoorbeeld, die in één keer impact had op de winst. Hetzelfde geldt voor de hoge. Dus gaan we een beetje naar het gemiddelde kijken. Dan denk ik wel dat ze een beetje handelen rond het laagste punt dat er eigenlijk is geweest. Hoe denken analisten daar weer over? Laten we weer daarna gaan kijken... In ieder geval de laatste paar analisten koersdoelen die we zien. Zien we zelfs van deze maand, maar ook eind vorige maand nog wel. Zien we best wel een redelijk verschil tussen de 150 zullen we zeggen en de 240. Dus dat is wel behoorlijk. Bij de 150, dat is een beetje het laagste koersdoel, is het een upside van zo'n 7% bijna. Het gemiddelde koersdoel bijna 200, 196 zeg maar. En dat heeft een upside van zo'n 40%. Kijken we naar het vijfde aandeel, wederom in de semiconductenindustrie, en dat is Texas Instruments, oftewel ticker symbool TXN. En kijken we hier naar de checklist, dan is het eigenlijk weer een rood ding vanwege mijn persoonlijke voorkeuren, maar nog altijd onder de 25 op basis van de price to free cash flow. Een PI /E ratio van 19, iets hoger dan we zagen dan bij Qualcomm, maar ook wel een iets ander bedrijf, iets breder denk ik. Uh, we zien wel behoorlijk wat dividend dat wordt uitgekeerd vanuit hun uh, price to free cash flow of vanuit hun free cash flow. In ieder geval daar rekening mee houden. Mocht het minder gaan worden, de, mocht de free cash flow afnemen en ze willen het dividend vaak behouden, dat zie je, dan zal dat een groter percentage zijn. Oftewel, eigenlijk meer van de winst wordt uitgekeerd. Misschien geeft dat wel weer aan dat het ook minder geld overblijft om in het bedrijf te investeren. Ze kopen ook eigen aandelen op, niet zo heel veel, zo'n 8% in de laatste 5 jaar. Ook de omzet is niet zo groot, de stijging in ieder geval, als dat we zagen bij Qualcomm bijvoorbeeld. De winstgroei is wel verdubbeld. Uh, free cashflow is toegenomen. Wel een heel erg goede netto-winst van zelfs boven de 40%. En wederom een heel lage schuldratio van onder uh, 0,5%. Makkelijk af te betalen. En ook hier zien we dan wel weer dat ze er financieel een stukje beter voor staan met een Altman Z-score van boven de 13%. Een pi ratio van op dit moment is rond de 19, wat hoger dan bij Qualcomm. Maar hoe zag het er in het verleden uit voor Texas Instruments? Nou, kijken we weer naar de laatste vijf jaar, zien we wel dat het nu rond de 19 wel een beetje het laagste punt is geweest. Behalve weer eind 2018, waar elk bedrijf denk ik, toen last van had, rond de 16. Hoe denken analisten er tenslotte nog over, over dit bedrijf? Nou, gaan we kijken. Um, het duurde even. Laagste koersool is 150. Dat is 10% onder de huidige koers. 197 is het gemiddelde en dat is 17% boven de huidige koers. Dan gaan we kijken naar de laatste dagen. Eigenlijk is het eind vorige maand vooral dat daar af, uh, de koersdoelen vandaan komen. En dan zien we die 150 die we eerder zagen. Maar ook heel veel richting de 175, 200 of zelfs iets boven de 200. En kijken we dan naar het laatste aandeel van deze video. En dat is uh, United Parcel Service, oftewel tickersymbool UPS. Dat is natuurlijk denk ik wel de naam en ook het logo dat iedereen wel zal herkennen. Zeg maar de PostNL van Amerika in dit geval. Een hele grote pakketbezorger. Natuurlijk hebben zij geprofiteerd van de coronacrisis. Heel veel pakketjes uh, werden er bezorgd, omdat iedereen thuis was, winkels dicht waren. Eigenlijk een beetje natuurlijk wel, wat gaan we in de toekomst zien? Het is een beetje lastig voor dit bedrijf om dat in te schatten... Gaat het weer terug? Gaat iedereen weer naar de winkels toe? Of zijn we ook vooral weer gewend geraakt aan het thuisbezorgen? En zal deze, ja, die stijging die we hebben gezien, zal die een beetje blijven? Zal het niveau blijven? Toevallig vandaag nog postNL. Zien we wel dat zal de outlook voor dit jaar aanpassen, dat het wat negatiever is. Dus het is gewoon ja, vooral wat je denkt uh, zelf van de toekomst. Maar in ieder geval als we kijken naar hoe het bedrijf er op dit moment voor staat... voldoet het aan alle twaalf checks van de checklist natuurlijk... Ook aan alle 12 mijn checks. Want een P.E.H.O. en een Price to Free Cash flow van onder de 15. Ze keren dividend uit. Ze kopen een heel klein beetje aandelen terug. Dat is niet zo heel veel. We zien wel dat het hard gegroeid is de laatste vijf jaar. Winstgevendheid is iets boven de 10% die we zien. Maar dit is natuurlijk wel een heel ander bedrijf, als bijvoorbeeld de semiconductors die we eerst zagen. Uh, heel veel diensten software die we eigenlijk zien, bijvoorbeeld bij uh, Google. Straks al. Dus um, dit zijn vaak de bedrijven die het moeten hebben van volume. En als er heel veel pakketjes bezorgd worden, dan hoeft de netto winst ook niet heel groot te zijn. Want met 10% is het alsnog gewoon een heel winstgevend bedrijf. Schuldenratio die wel iets hoger ligt, maar altijd nog rond, of onder de 1 die we zoeken. Een uh, schuld zouden ze kunnen aflossen in ja, 3,5 jaar tijd. Dat is wel wat hoger dan we eerder zagen. Heeft natuurlijk ook wel te maken natuurlijk, met de netto winst die je bedrijf heeft, die wat lager uitvalt. Maar wel een return on invested capital van bijna 25%. En de scores hier zijn ook wat lager. Het is dus een bedrijf met niet zo'n hoge marges. Maar vooral de combinatie van een goede marge met heel veel volume. Zorgt er wel voor dat, deze, dat dit bedrijf dus aan de checklist voldoet. Kijken we nog even naar het P.E. ratio. Hoe dat zich in het uh, verleden heeft verhouden. Nu zo iets onder de 15. En ik verwacht ook wel dat in het verleden dat ook wel een beetje het geval is geweest. We zien hier weer een uitschieter die zorgt voor een heel raar beeld. Kijken we kijken wel eigenlijk wat terug, dan zien we zelfs 15, 16 een beetje laagte punten. Toen tijdens corona was het even weer negatief. Heeft ook een stukje hoger staan rond de 17. Dus het ziet er op dit moment op basis van de PI-ratio /E eigenlijk niet heel verkeerd uit. Al is een PI-ratio /E alleen natuurlijk geen goed argument om het aandeel wel of niet te kopen. Ten slotte als laatste de analisten. Wat denken zij van het aandeel? Kijken zij misschien ook wel naar. Is het een bedrijf dat nog kan groeien of juist niet? Op dit moment een koers van bijna 180 dollar. Laagste koersdoel op dit moment iets onder de 150. Oftewel een, uh, ja, een negatief uh, koersdoel of een negatief rendement. Koersdoel van bijna 18%. Het gemiddelde ligt nog wel 23% hoger dan de huidige koers. Kijken ook weer hier naar de laatste tijd. De laatste um, adviezen die zijn uitgegeven dus eind vorige maand. Met dus het laagste van Morgan Stanley kwam die af: 148 dollar. Maar heel veel anderen zitten een beetje. Rond of iets boven de 200 dollar. Dus dat is een beetje het gemiddelde. Wil natuurlijk niet zeggen dat het ook die kant op gaat. Maar dat is een beetje het sentiment of de waardering van analisten op dit moment, in ieder geval. En daarmee hebben we ook het laatste aandeel behandeld. Wil je nou nog op zoek? Wil je andere aandelen bekijken? Zoals gezegd, ik maak gebruik van beleggertools. En als je een uh, betalende lid bent, een abonnement hebt, dan krijg je het pro-menu onder aandelen. Daar kun je onder andere de checklist zien. En dit zijn dus aandelen die worden dagelijks gecheckt. Um, op alle 12 de checks, en op dit moment zijn dat 40 aandelen die dan naar voren komen. Um, we zien hier een hele lijst. Ik zal er even doorheen scrollen dat je in ieder geval een beeld hebt van welke aandelen dat er vandaag aan voldoen. En ik heb niet alle aandelen gekozen, ik heb een selectie gemaakt, vooral ook uh, aandelen, sectoren of bedrijven die ik interessant vind. Want we zien hier heel veel healthcare, farmaceuten bijvoorbeeld. Um, energie die het natuurlijk nu heel erg goed doet, maar die altijd al lager gewaardeerd zijn op basis van pi ratio. Dus houd daar altijd rekening mee. Het zijn juist vaak bedrijven zoals Meta, Facebook bijvoorbeeld, die vaak hoger gewaardeerd waren, maar nu juist hard aangepakt worden. En misschien dus daarom wel mogelijk een interessant instapmoment hebben. Uh, we zien nog een hele lijst, zoals gezegd. Ik zal er even doorheen scrollen, mocht je zelf nog willen kijken. En aandelen willen zien die je zelf wil onderzoeken. Binnenkort komt er trouwens een nieuwe versie. Zijn we aan het werken. Uh, nieuwe versie van beleggertools... waar je ook met Ideal of met Bandcontact kunt betalen. Ik hoop deze maand. Anders waarschijnlijk volgende maand. Dus daarom heb je nog eventjes geduld voor nodig. Hebben we daarmee de zes aandelen behandeld... die ik in ieder geval interessant genoeg vond om te behandelen. Laat ook vooral weten in de reacties onder de video... wat jij van deze aandelen vindt. Of als jij misschien nog andere aandelen ziet... die jij ook heel interessant vindt om op dit moment naar te kijken... Onderzoek naar te doen en mogelijk in te investeren. Maar laat dat eens weten in de reacties. Onder deze video wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video, om nooit meer een video te missen in de toekomst. Nogmaals bedankt voor het kijken. En tot de volgende video.